Suriname en Seychelles zijn formeel diplomatieke betrekkingen aangegaan op 22 september. De Seychellen is een eilandengroep en tevens een land in Afrika, gelegen in de Indische Oceaan. Minister Albert Ramdin en zijn Seychellse collega Sylvester Radegonde ondertekenden een gezamenlijk communiqué in New York tijdens de VN-vergadering. De samenwerking tussen Suriname en Seychelles biedt kansen voor kennisuitwisseling op het gebied van toerisme en visserij en gezamenlijke inspanningen op multilateraal niveau, waaronder klimaatverandering. Het Boekenmonument in Tamarin werd op 20 september onthuld ter ere van de Boni Marons die in de 18e eeuw streden tegen het koloniale plantagesysteem. Het monument, ontworpen door Jan Willem van Oldeneel, kwam tot stand in samenwerking met de lokale gemeenschappen. Minister Krishna Mathura benadrukte het belang van Fort Buku als symbool voor vrijheid en waardigheid. Initiatiefnemer John Pell pleitte voor een goed gedenkplaats voor Boni naast het monument. Het justitieel interventieteam, ondersteund door het Nationaal Leger, heeft van 19 tot 22 september drie illegale landingsbanen in het Pusugrunu-gebied in Sipaliwini vernietigd. De banen werden met explosieven onklaargemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden en een strafrechtelijk onderzoek naar de criminele organisatie loopt. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat dergelijke acties tegen transnationale drugscriminaliteit zullen blijven plaatsvinden.